Goedemiddag dames en heren, kijk eens, de roti wordt gevuld, aardappel erin, dames en heren, ziet u. Ja, die anderen die daar liggen, die zijn al gevuld, weet je. Ziet u dames en heren, en hierop gaan we bakken. Dit wordt gemaakt voor YouTube. Dit is de les omtrent roti. En dan heb ik meteen voor mijn mensen. Dit is die mais. Om maispap te maken. En dit is maismeel. U kan roti maken. U kan brood bakken, dames en heren. Ja? Eerst volgende keer gaan we roti met dit maken en dan komt die ook rechtstreeks direct op YouTube. En mevrouw, ik ben u niet vergeten, hè? U had de recept gevraagd. U gaat het uitgebreid krijgen op YouTube. Zo heb ik meer mensen die vragen. Je weet toch? En dan ga ik compleet recept daar zetten. Niet een recept, u gaat zien hoe het in zijn werk gaat. Deal, dank u wel. Film verder, mama, kom met die roller nou. Ziet u, dames en heren, ziet u de deskundige van huis? Ziet u? Huppa. Is het niet groot genoeg? Wil je het kleiner hebben? Wil je iets groter? Ja, doe maar. Lekker pannenkoek, zo groot. Mooi. Ziet u, dames en heren, komt die camera, komt u, zie. De eerste roti is aan het bakken. Geef hem een beetje vuur. Pas dat je een beetje olie? Maak jij je niet druk? Ik heb geleerd. Ik draai hem en dan geef ik hem die olie. Dan moet die eventjes hard worden. Oh, oké. Okay. Begrijp je? Dan heb je de kwantie gaan we aan mij. Om net niet aan mijn professor. Mooi. Ziet u? Huppa. En nou mag die olie hebben. Je kan boter zetten, je kan olie zetten, dames. Als je toelog op een jaar, gaan we toeloggen als ik ga werken. Ik moet juist les nemen bij jullie. Ziet u. Deze kant ook, zelfde ding. Kinderen mogen aan tafel zijn. De eerste roti komt eraan. Kijk hoe die bakt. Is roti met aardappelen, jongens? En hoe zeg je dat op zijn Hindoestaans, pa? Alubari, bhaiya, alubari, roti, alubari. Gevulde roti met aardappel, Nederlands term. Onze Surinaamse term. Alubari, bhai, alubari. Ziet u, dames en heren, ziet u? De vuur doet zijn werk, als je maar bijblijft. Ziet u? Oké. Hoe zit zo'n zitten hier aan Pierre, een beetje overspannen. Ik ben niet overspannen. Ik bak hem. Zie je? Hij komt omhoog. Ziet u jongens? Ziet u. Nog een keertje draaien. Huppa. Dikke bijna kan ze voelen. Bij niet tak. Dikke rampjare karoti bij. Bajarik bouw. Huppa. Gier pare. Dikke baba. Zo. Nog een keer. Hup. Ik maak geen grap, maar ik spot niet met eten en mond. Zonder dit gaan we dood, hè. Dikke roti kan ze bol. Mooi zo. Eerste roti al. Huppa. Tweede roti erop. Ik denk dat het al voldoende is, want ze begrijpen al wat de bedoeling is.
Dan stop je het even. Dan als je geschept hebt, zitten we aan tafel. Dan kunnen ze zien compleet, want anders vinden ze dadelijk eentonig. Ik film elk roti. Ook nog eentje filmen, jongens. Doe maar nog eentje, pa. Oké. Misschien snappen sommigen het niet. Ja, maar nou, om ze niet snappen. Die snappen. Ik heb dan dat lele hem nog te manier. Ja, nee, kan je ze nou snappen, hoor. Zo lekker achter hebben hier die volgers van me. En ik ben zo blij. Jullie kijken heel veel dingen van Rampierre. Ik heb haar. Dikke Betty. Dikke. Mooi. De chef-kok is bezig. En dan gaat hij gewoon, hoppa. Ja, dikke Betty Jellewon. Dan moet hij omhoog komen. Als hij niet omhoog wil komen, is hij lui. Hoe oud je hoppa hebben we die dag, voel ik. Dikke voel je dat. Ik spuug nu op de roti even, ja. En met die eilapen, maar je weet toch. Als het zo zou zijn, dan zou ik uit de... Kijk hem. Bovenop komen, hup. Dat is de bedoeling. Huppa. Hoppara. Hup. Kijk eens, dames en heren. Kijk eens. Wat die roti doet. Dit moet hij doen. Dit. Hij moet... Dan is die... Goed gebakken. Ziet u? Ik heb een ballon. Rampjarige roti, ja. Rampjarige roti, bhai. Bhai, smakelijk eten. Hup. Ik heb hier. Tot dadelijk, tot aan tafel. Yes? Tot aan tafel. Doei. Lobby.